Een aantal weken geleden heb ik voor jullie een spray gemaakt die je ruiten meteen doet ontdooien. Die spray gebruik ik nog steeds, die werkt nog hartstikke goed. Maar nu liep ik wel tegen het volgende probleem aan. En dat is namelijk dat de buitenkant, daar zit geen ijs meer op. Maar de binnenkant gaat ook vaak beslaan van je auto. Zeker als het zo koud is. Dan moet je je airco heel hard aanzetten. Dan duurt het vet lang voordat, voordat de condens aan de binnenkant van je raam is verdwenen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je eigen vochtvreter maakt. Die je gewoon in de auto kan gooien achterin op de hoedenplank. En die zorgt ervoor dat je dus geen condens meer hebt. Het enige wat je nodig hebt is wat kattengrind en een oude sok. Oké, ik heb hier een oude sok. En wat kattengrind. En ik heb ook een rolletje tape gepakt. Dat maakt het wat makkelijker om het grind erin te gieten. Dus ik pak de oude sok. Haal ik er doorheen. Zo. En nou heb je een soort trechtertje gevormd. Waar je het makkelijk in kan gieten. Het spreekt eigenlijk hartstikke voor zich. Giet het gewoon zo vol mogelijk. Zorg er wel voor dat je nog ruimte hebt dat je er een knoopje in kan maken. En dan daarna leg je hem gewoon in de auto neer. Ik heb hier een sok met het kattengrind. Het werkt als volgt. Het is eigenlijk super makkelijk. Kattengrind heeft een vochtabsorberende werking. En een sok is luchtdoorlatend, maar houdt kattengrind wel vast. Dus 1-1 is 2. Leg hem in de auto en dan gaan we morgen zien of het heeft geholpen. Oké, het is een dag later. En op het eerste oog ziet het eruit dat ik geen beslagen uit heb. Deze heeft wel, deze heeft er ook last van. Maar mijne? Helemaal niet. Gewoon serieus niet. Vet. Oké, we gaan even van binnen kijken. En ook aan de binnenkant is het helemaal niet beslagen eruit. Dit zijn druppeltjes, het lijkt alsof het beslagen is, maar het zijn druppeltjes. En achterin hetzelfde. Ja, gewoon top. Werkt echt hartstikke goed. Nou, het is wel duidelijk. De combinatie van deze spray, de ontdooi spray, en de kattengrind die nu achterin ligt in een sok, zorg ervoor dat ik echt veel sneller naar mijn werk kan of naar welke plek dan ook in de ochtend. Omdat ik niet meer hoef te krabben. En ik heb ook geen last meer van beslagen ruiten. Echt een top ding. Ik raad je aan dit ook zelf te maken. Laat ook weten of het bij jou ook helpt. En vond je deze video nou leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En ik zie jou de volgende keer bij Handig. Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe het dan ook even meteen. Doeg! Dat is handig!